Ik zie dus de hele tijd, dus ik vind het eerlijk gezegd ook een beetje schijnheilig. Die ombudsman komt door de vele klachten. En er wordt er heel tijd maar herhaald dat enorm veel klachten zijn. Maar als jij op een bevolking van 17 miljoen mensen, als je dan 1000 of 2000 klachten tussen aanhalingstekens krijgt. Want het, ook dat is nog weer, ja, wat is een klacht? Het kunnen ook verwensingen zijn. Die zitten er ook wel bij, hoor. Die zitten er ook bij. Ik bedoel, er wordt gezegd. Ja. Nou ja, dat is vaak. Mensen zijn het oneens met een programma. Of ze hebben niet met plezier gekeken. Of ze vonden dat er een irritante gast aan tafel zat. Of er zat een gast aan tafel waarvan zij zeggen, nou, die zou er eigenlijk niet moeten zitten, hoor. Ja. Weet je wel, dat zijn allemaal klachten. En dat wordt allemaal heel serieus genomen. Terwijl ik dan denk, ja, als het nou zo is dat je in Nederland, dat er een nieuwe omroep is, die misschien moet ik dat straks ook nog toelichten, die ongeveer 20% van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigt, die meebetaalt aan het bestel en die nu zelf ook een plaatsje kan krijgen in het bestel. Mm-hmm. Ja, dan is het logisch dat er andere mensen zijn, ja, die dat niet willen. Hè? Dus de leden van de VARA, ja, die zullen misschien niet met evenveel belangstelling naar de programma's van Ongehoord Nederland krijgen. Mm-hmm. Dat de eigen leden zijn van Ongehoord Nederland. Maar zo hoort het ook. Het hoort ook zo te zijn dat mensen aanstoot nemen aan programma's. En het hoort ook zo te zijn dat mensen soms de televisie uitzenden. En dan zeggen, ik ga op de tijd kijken dat mijn eigen omroep uitzendt. Ja. Maar als iedereen altijd maar de televisie aan kan zeggen, nou, al die programma's zijn eigenlijk allemaal even mooi, even informatief, dan faalt het hele systeem. Dat is helemaal niet de bedoeling geweest.